Pinksteren, Toespraak van Petrus en het leven van de Eerste Gemeente. Hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Handelingen der Apostelen, volgens de NBG-vertaling. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag, en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertonen zich aan hen, Tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, Liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan, een ieder, in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Phrygië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander. Wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend: Ze hebben te veel zoete wijn gehad. Maar Petrus stond met de elfen op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden en allen die ter Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. Ja. Zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreer, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze. Na de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem, Ik zag de Heere te allen tijden voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannenbroeders, men mag vrij uit tot u zeggen van de aardsvader David dat hij en gestorven en begraven is. En zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder de edige gezworen had, een uit de vrucht zijner lendenden. Op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. Dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte. Des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort wat Gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de Hemelen, maar hij zegt zelf, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere: zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft deze Jezus die gij gekruisigd hebt toen zij dit hoorden werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen wat moeten wij doen mannen broeders en Petrus antwoordde hun Bekeert u, en een ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen, zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen, en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden, en er kwam vrees over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden.